Wat zegt de Conventie van Genève over de opvang van vluchtelingen? Dit is de Universiteit van Vlaanderen. De Conventie van Genève, of officieel het verdrag betreffende de status van vluchtelingen, bepaalt wie vluchteling is en welke rechten en plichten vluchtelingen hebben. De conventie kwam tot stand in 1951 als een oplossing voor de miljoenen vluchtelingen die er toen door de Tweede Wereldoorlog in heel Europa waren. Ondertussen hebben 148 landen besloten om de conventie na te leven. Alle landen in Europa hebben dat gedaan. Vooral landen in Zuidoost-Azië en het Midden-Oosten hebben dat niet gedaan. Wie is volgens de Conventie van Genève een vluchteling? Je bent volgens de conventie een vluchteling als je aan vier voorwaarden voldoet. 1. Je hebt een gegronde vrees om in je eigen land vervolgd te worden. 2. Die gevreesde vervolging is te wijten aan je ras, religie, nationaliteit, politieke overtuiging of je lidmaatschap van een bepaalde sociale groep. Je bent bijvoorbeeld homoseksueel. 3. Je kan geen bescherming vinden bij de overheid van je eigen land tegen die vervolging. En 4. Je hebt je land verlaten. Belangrijk. Je bent een vluchteling zodra je aan die vier voorwaarden voldoet. Maar om in een ander land te kunnen genieten van de rechten die vluchtelingen hebben, zal dat land eerst jouw situatie onderzoeken. Dat gebeurt meestal in een asielprocedure. En als dat land gelooft dat je inderdaad een vluchteling bent, gaan ze je erkennen. En vanaf dan geniet je van de rechten die erkende vluchtelingen hebben. Maar die definitie sluit ook heel wat mensen uit die ook gedwongen op de vlucht sloegen. Dat zijn ten eerste personen die in hun eigen land op de vlucht zijn, zogenaamde intern ontheemden. En dat is vandaag nog altijd het grootste deel van de mensen die op de vlucht zijn. Namelijk 41 miljoen. Maar ook mensen die vluchten door de klimaatverandering. Bijvoorbeeld de grote droogtes in de Hoorn van Afrika. Net als mensen die de armoede ontvluchten. Die worden wel eens economische vluchtelingen genoemd. Ook zij vallen niet onder de Conventie van Genève. Ten slotte vallen ook mensen die vluchten voor oorlog of geweld, maar niet individueel vervolgd worden, niet onder het Vluchtelingenverdrag. Deze laatste groep wordt wel beschermd door andere wetgeving. De Europese Unie heeft voor hen een bijkomende bescherming gecreëerd, subsidiaire bescherming genaamd. En die subsidiaire bescherming, samen met de vluchtelingenstatus van de Conventie van Genève, noemen we in één woord internationale bescherming. Waarom is dat vluchtelingenstatuut zo belangrijk? Rechten. Het belangrijkste recht is dat je niet teruggestuurd mag worden naar je thuisland of een ander land waar je leven bedreigd is of je een ander groot gevaar loopt. We moeten die boten allemaal terugsturen. En dat geldt ook voor je officieel erkend wordt als vluchteling. In het recht noemen we dat het beginsel van non-refoulement. Dat komt van het Franse refouler, uitzetten. Daarnaast hebben erkende vluchtelingen en subsidiaire beschermden ook andere rechten. Bijvoorbeeld rond onderwijs, werk, sociale zekerheid. Waarom is dat vluchtelingenverdrag zo belangrijk? Vluchtelingen worden niet beschermd door hun eigen regering. En met het Vluchtelingenverdrag wil de internationale gemeenschap ervoor zorgen dat vluchtelingen toch veilig en beschermd zijn. Het blijft vandaag dan ook een erg relevant verdrag, omdat het het enige globale bindende instrument is voor vluchtelingen. En dat is nodig, want er zijn steeds meer vluchtelingen. Vandaag bijna 26 miljoen, waarvan ongeveer de helft jonger is dan 18 jaar. Dus vluchtelingen zijn dankzij de Conventie van Genève goed beschermd. Ik heb net verteld wat er in de conventie staat, maar er staat ook heel veel niet in. Zoals welk land een vluchteling moet erkennen en via welke procedures dat moet verlopen. Die zaken worden ondertussen wel geregeld op Europees niveau, maar dus niet wereldwijd. Over andere zaken, bijvoorbeeld hoeveel vluchtelingen landen moeten opnemen, bestaat nog veel politieke discussie. België moet zich dus aan meer regels houden dan enkel de Conventie van Genève. Namelijk die Europese wetten en, veel belangrijker, de mensenrechten. Want vluchtelingen zijn mensen en hebben dezelfde fundamentele rechten als iedereen. Dat zegt de wetenschap.